Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Je kijkt naar Daisy. We gaan verder waar we gebleven waren. We hebben deze outfit gekozen met onze Steve Jobs goggles, om het zo maar even te zeggen. Die had ik sowieso al. We hebben een fucking Bison PP19 silenced. We hebben een M9 silenced. We hebben wat eten, we hebben wat drinken. En we gaan nu op zoek naar meer, omdat we gretig zijn. We maken deel uit van de westerse civilization. En we willen gewoon altijd meer. Dus daar gaan we nu naar op zoek. Naar een auto, een grotere rugtas. Misschien naar een tent. Alhoewel ik geen idee heb waar ik de tent zou moeten plaatsen als ik er een tegen zou komen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb trouwens nog steeds geen enkel benul van waar ik ben. Ik weet dat ik aan de kust ben en dat als ik de kust aan mijn rechterkant hou, dat ik dus naar het oosten ren. Simpel. Maar zeg maar welk stadje ik ben of wat dan ook, ik heb werkelijk geen idee. Alhoewel, dit gedeelte komt me heel erg bekend voor. Dit komt mij heel erg bekend voor. Even op de weg kijken hoor. Ik heb hier wel eens met Dylan, I Released I, heb ik hier wel eens gereden. Kwamen van die kant af. En dat is zeg maar richting Electro. Dus we zitten nu ergens bij Solnitschny, geloof ik, aan de rechteroostkust. Als, zeg maar, als alles klopt in mijn hoofd. Het kan natuurlijk ook het geval zijn dat ze hebben gekloot met de map editor en verschillende shit erbij hebben gezet die er origineel niet bij hoort. Dat zou kunnen, maar voor wat ik allemaal zie, heb ik het gevoel dat we aan de oostkust zitten bij Solnitschny. Solnitschny en een Berezino zit ook verderop en zo. Dus dat is ook oké. Ik had niet verwacht dat ik hier zo dichtbij eigenlijk zou spawnen. Maar dan mag ik... Sorry, ik werd even afgeleid. Wat zijn dit? Oh, gewoon empty soda cans. Niks aan de hand. Niks aan de hand, jongens. Oh, hemeltje. Ik zit hier vast. Geen zorgen. Als je gewoon een beetje rondflipt met je muis, kom je nog onderuit. Blijkbaar. Oké, hoe staat het met mijn bloed? Want ik heb het gevoel dat ik een paar keer gesmakt ben en er gebeurt niks. Ja. In die twee huisjes kan ik, maar dat wil ik eigenlijk niet. Dus gaan een mooie rol doen. Wat mij faalt. Oh mijn god. Oké, dit is een heel slecht scenario. Dat hebben ze sinds kort hebben ze dat toegevoegd. Dat zombies je neer kunnen slaan. En dat is super irritant. Super irritant. Dus ik moet mezelf nu even bandagen, zodat die zombie even stil kan staan. Zombiemanen. Sta stil. Lang leven de 64 kogels die hierin zitten. Kutspel. Oké. Bandage. Ik weet niet hoe het met mijn bloed staat. Take can. Ik bloed niet meer. Er stond trouwens ook, al had je net even goed opgelet. Stond er een koe in de verte. Nee, stond er bij mijn bloed stond er zeg maar zo'n pijltje naar beneden. En er zijn zeg maar verschillende niveaus ook van. Erdman moet even zijn mond dicht houden. Erdman was killed. Dat was waarschijnlijk zijn laatste roep omdat hij doodging. Nee, maar zo'n één pijltje naar beneden. Er zijn ook zeg maar twee streepjes naar beneden. Dankjewel jongens. Dankjewel. Buffeteers. Echt een stelletje zakken. Wie doet het nou? Nice level of retardity. Mooi woord. Ja, ik heb het gevoel dat ik weet waar ik ben. Tenminste, dat gevoel heb ik, hè. Dat betekent nog niet gelijk dat ik het weet. Nails? 4-inch nails. Oké. Ik neem het maar mee voor de zekerheid. Omdat ik gewoon niet weet wat ik ermee kan.
Waarschijnlijk iets om mee te repairen of zo. Ja, ik weet exact waar ik ben. Dit is zeg maar het tweede industriële gedeelte van Solnichny. Misschien dat er een auto staat. Dat zou ik zeer fijn vinden. Ik laat die koe die daar ergens stond, laat ik gewoon leven. Omdat ik toch geen hunting knife heb. Kan ik ook moeilijk het beest doden en vervolgens meenemen. Dat kan ik gewoon niet. Aangezien ik er niks aan heb. Dus oké, mijn doel is uiteindelijk, of wat ik eigenlijk wilde doen, is naar het zuiden gaan en eigenlijk gewoon een beetje de fucking Jack the Ripper worden van Tractor. Van Electro en Cherno. Dat was mijn originele plan, maar ik had niet verwacht dat ik helemaal aan de oostkust zou spawnen. Get in as driver. Oké, de tractor werkt. Ik rij nu een tractor. Ik ben nu op het moment met een tractor op de weg aan het rijden. Dit is wat ik nu aan het doen ben. Ik rij een tractor. Ik ben op het moment... Ik rij op het moment een tractor. De reden waarom ik hier gewoon langs rij is omdat ik er toch niks van nodig heb. Ik zie dat de hul een beetje schade heeft. Dat zie je linksbovenin. Ik rij met een fucking tractor op de weg. What the fuck? Oh mijn god. Mijn naam is Boer Harms. Wij gaan naar Redmond toe. We moeten weer oogsten. Want we hebben te veel koe. Oké, ik kan nu zo neergeschoten worden. Al staat er ergens een sniper daar of zo. Schiet gewoon recht door het glas. Plop. Tegen mijn hoofd aan. Dat is een mogelijkheid. Oké, richting het westen. Want we zitten nu aan het... Kijk, dit is het oosten waar ik nu naar kijk. Dus dat betekent dat dat het westen is. Dit zeg ik allemaal zonder kompas. Want die heb ik niet. Richting het westen in ieder geval zit Berezino. En daar wilden we eigenlijk oorspronkelijk naartoe. Maar ik denk eigenlijk dat het... Ik weet niet, ik ben nog even aan het denken. Misschien dat ik gewoon letterlijk om ga keren en gewoon richting Electro ga rijden. En dan, dat eigenlijk. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eigenlijk trekker komt zo. Dat. In ieder geval, mijn tijd zit er alweer op. Tenminste, ik kap het hier gewoon af. Mijn tijd zit er helemaal niet op. Ik kan de video zo lang maken als ik wil, maar ik kies ervoor om het nu te beëindigen. Ik ga even voor de zekerheid even uitstappen voor de veiligheid. Safe tractor? Kan je serieus saven? Save? Oké, dus in ieder geval, vond je het een leuke video? Is het een duim omhoog? Moet wel, come on, is dat een fucking tractor daar? Die is van mij. Vond je een slechte video? Is het een duim omlaag? En dan zie ik jullie wel weer in de volgende video. Tot dan.